We zijn aangekomen bij toer 12. En toer 12 is echt eventjes opletten. Ik zal zelf ook af en toe echt even op mijn briefje moeten spieken, want het is een hele hoop verschillende informatie. Als eerste maken we het draadje heel even wat langer, want we moeten de ene laatste steek moeten we overslaan, zonder dat we daar een losse maken. Dus dit is de laatste steek. En de ene laatste steek moeten we overslaan. Dus die ga ik toch even markeren, want dat is gewoon handig voor straks. En daar maken we dan straks het draadje uit. Dan heb ik nog 6 markeerdraadjes liggen. Dus zorg dat je die ook klaar hebt liggen voor de vetergaten die we gaan maken. We pakken het lusje weer op. En we gaan beginnen als volgt. We hebben in de tweede steek, dit is je eerste, een vaste. Dan gaan we een vaste maken. Dat is 1. Dan gaan we 1 losse maken. Draadje langer maken. En dan maken we om deze lus die hier is, tenminste deze steek, ik ga hem even wat groter maken. Om deze steek gaan we nu een markeerdraadje maken. Dat wordt je vetergat aan de bovenkant van je slof. Dus hier maken we even een draadje omheen. Als je het draadje hebt vastgemaakt om deze steek heen, zet je weer je draad op de haaknaald. We hebben de tweede steek gehaakt. Deze steek slaan we over. In de volgende steek gaan we een vaste maken. En dat is onder de steek door een draad halen. Je hebt er 2 op je haaknaald en je haalt het draadje door 2. Dat is 1. We gaan er in totaal 3 maken. Dus dit was 1, 2 vaste en 3 vaste. We gaan een losse maken. Weer je draadje wat groter maken. En om deze steek gaan we nu een tweede markeerdraadje maken. Zo. Als je markeerdraadje hier weer omheen zit, zet hem op je haaknaald. We slaan 1 steek over, dat is deze. En in de volgende 3 gaan we 3 vaste maken. 1, 2 en 3. Dus nu hebben we 2 vetergaten gemaakt, 1 en 2 aan deze kant. Dan hebben we dus nu die 3 vaste gemaakt. Gaan we om deze steek gaan we weer een draadje maken. Een markeerder. En die gaat onder het draadje door, want ik wou hem zo erboven doen, maar hij kan makkelijker beter zo. Zet de steek weer op je haaknaald. Dus je hebt nu om deze steek heen je markeerder, die is voor de toer hierna, toer 13, is die belangrijk. En vanaf deze steek gaan we nu, we hadden 3 vaste gemaakt, en we gaan nu vanaf de volgende steek, hier was je laatste steek, en vanaf deze steek gaan we nu 41 halve stokjes naar de andere kant haken. Dus vanaf deze steek is het 1, 2, totdat we 41 stokjes hebben gehaakt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
Even 37 opnieuw. 38. 39. 40. En 41. Dan maak je om deze steek weer een markeerdraadje. En dan gaan we aan de volgende reeks beginnen, waar we ook weer de vetergaten gaan maken. Dus dit was 41. Zet het draadje weer op je haaknaald. We hadden 41 steken gedaan en dan gaan we 3 vaste maken. Dus vanaf deze steek maken we weer 1, 2, 3 vaste, 1 losse. Maak het draadje weer wat langer. Zorg dat je hier omheen je markeren gaat maken, want dat wordt je vetergat. Dus we maken een markeertje om deze steek heen. Als je dat gedaan hebt, zet je draad weer op de haaknaald. We slaan 1 steek over, want dat wordt het vetergat. En in de volgende 3 gaan we een vaste haken. 1, in de volgende 2, in de volgende 3. Een losse, maak je draad weer langer. Dan hebben we ons laatste markeerdraadje nodig. Die zit verstopt in mijn slof. Dus om dit steekje heen maak je het laatste markeerdraadje vast. Zet het weer op je haaknaald. Draadje naar achteren. Dan gaan we de steek overslaan. Deze steek gaan we overslaan. In deze steek gaan we een vaste maken. En deze had je al gemarkeerd, zodat je wist dat je ook deze moet overslaan. De ene laatste. En in die laatste steek zet hem weer even op zijn zijkant. Hier zie je degene die we overslaan. Hier zie je dat veetje wat dus je laatste steek is. Daar steek je in en daar maak je een vaste. En dan heb je toer 12 gehaakt, vetergaten gemaakt en een markering, want hier gaan we zo meteen verder. We hebben nu 12 afgemaakt. We gaan nog een losse erop zetten. En dat trek je aan als een soort afsluitknoopje. Dat heb ik geleerd bij Tunis haken. Dan heb je en het hier afgesloten, dat hij niet zomaar losgaat. En je krijgt een mooi kantje hier. En dan kan je hem afknippen. En dat had ik vergeten te zeggen aan het begin. Een schaartje. Dus ik moet ook even mijn schaartje gaan zoeken. Ja, hier is die. We kunnen hem nu afknippen. Je hebt die losse gemaakt als afsluitknoopje. Zorg dat je een beetje draad hebt, zodat je hem straks weg kan mazen. Je haalt het draad er doorheen. En je hebt toer 12 netjes afgemaakt. Dus je had 2 vetergaten gemaakt aan iedere zijde. En een markering, zodat we zometeen verder kunnen met toer 13. Dus ik zie je heel graag zometeen terug voor toer 13. Tot zo!